Hi allemaal, ik ben Jelin en ik ben er weer met een nieuwe aflevering van Q-Time. En ik zeg jullie voor de zoveelste keer dat je met je Q-Time zoveel verschillende dingen kan doen. Dus waarom niet meedoen aan de activiteiten die de Spetter organiseert? Dat kan. En vandaag is Yash Darianani weer bij ons in de studio en hij gaat me er alles over vertellen. What we need is a little Q-Time. Hi Yash. Hi, ik ben weer. Hoe gaat het nu met je? Nu gaat het veel beter. Look at us, evolving. De Spetter doet niet alleen voor de zwemmers dingen. Jullie organiseren ook heel wat andere activiteiten. Yes. So, wat hebben jullie voor ons? Well, vacation time, fun time. We hebben barbecue days. We hebben een activiteit waarbij we in verband met de Brazilian Independence Day ook een feestje zullen hebben. Dat is ook voor everybody bestemd, niet alleen voor de Brazilianen. En we end september met een pool party. Dus three events and it's all going to be fun. Oké, ik heb drie dingen gehoord. All you can eat, Brazilian Day and a pool party. Yes. All you can eat, hoe werkt dat? Wat mag ik komen eten? Wat hebben we om te eten? Well, it's barbecue chicken, of course. Omdat we het veilig willen houden. No pork, no beef, want we hebben verschillende religions in Suriname. Dus we gaan gewoon barbecue chicken van 1 uur tot 6 uur. En it's unlimited. Je betaalt 1 bedrag, je komt naar binnen. You swim, enjoy. Je mag eten hoeveel je wil. Zodra je klaar bent en je wil meer eten, just go eat. Je krijgt ook natuurlijk voor de volwassenen, voor de adults, is er een optie voor bier. Ze krijgen 5 biertjes. En voor de youngsters, voor de kinderen, want it's like a family day. It's water, soft sap. Unlimited also. No, just 5 or 6 for the kids and ook voor de volwassenen. 5 of 6 biertjes dat je bij krijgt met je unlimited chicken. Nadien koop je wel zelf je drank. But the chicken is unlimited. Oké, is it only chicken of is there fry other sides? There will be other stuff as well. But the main focus is the chicken. Okay. Want ik weet dat mensen houden van snacken. Ze drinken, it's vreselijk heet. They have the pool, it's free swimming. It's like it's all inclusive. It's not that ze apart moeten betalen voor zwemmen en apart voor de food. It's just one prize and enter and enjoy. Okay. Yeah. So that's one. And I have ook nog Brazilian Independence Day. Yes. Under Yesha. Op 7 september is hun Independence Day. Maar wij doen het op 8 september. Vanaf 10 uur morgens tot midnight most probably. Er is food, Brazilian food, drank, etc. etc. It's free entrance for everybody. Om 5:30 is er capoeira. Een capoeira door kinderen. Er zal ook Brazilian activities zijn, Brazilian dances zijn, verschillende dansjes. Dus dat gebeurt van 5:30 tot ongeveer 7-ish. En dan is het door feesten met, want er zijn 2 DJ's voor de hele dag. So it's just enjoy, swim, it's free entry. Have a good time. Yeah. Oké. Okay. En dan gaan we naar het laatste. The cherry on top. The pool party. Yeah. The pool party is on the 29th, de laatste zondag, ik denk voordat school start. Is ook in principe een family day. It's just wel $50 of 50 SAD om naar binnen te komen. There'll be a DJ, there'll be food, there'll be drinks, everything is there. And it's just fun. It's just a family day and genieten de hele dag. But a pool party. Okay. Yeah, but, you know, it's everybody's invited. It's niet voor only adults or only teenagers. It's we houden van family days daar, dus dat doen we wel. Okay, nee. Yeah. Dat klinkt allemaal super gezellig. En dat jullie wel denken aan dat het family oriented is. Yes. Dat jullie alles gewoon meenemen. Yes. Een vraag waarvan ik natuurlijk uit moet gaan, maar hoe zit het met de veiligheid? Yes, we hebben security. Op 8 september gaat er security zijn voordat je naar binnen loopt. Natuurlijk, want we zeggen free entrance. Wil niet zeggen dat je naar binnen kan lopen met whatever you want. So, er gaat security binnen zijn, zowel buiten. So, before you enter,
gaan ze je fouilleren om te checken. They'll check your bags, everything. En binnen ook is er security, zodat ook voor parking. Wanneer ze parkeren, gaan er mensen daar zijn om te kijken dat je netjes parkeert, et cetera. So, safety is there. Voor de pool hebben we toezichthouders. So, het is niet dat we jullie zeggen van, ga zwemmen, we won't watch anything. Natuurlijk, rondom het bad zullen er wel mensen lopen om te kijken dat de safety er is voor de kids en adults, of course. Alright. Yeah, yeah. Okay. Sounds perfect to me. Want all you can eat, a cultural day at the pool, en een family, pool party at the pool. Als ik nu denk van, hey, ik wil naar alle drie komen, ik bedoel van mijn kinderen houden van zwemmen, mijn kinderen houden van de spetter en we willen alles meemaken, moet ik bijvoorbeeld een tafeltje reserveren? Want ik kan me voorstellen dat vooral 8 september een volle bak gaat zijn. Yes. Zijn er special packages or anything else on the site also? Of wie eerst komt? Er is sowieso, weten we wel, dat in de ochtenduren na de church, denk ik, gaan veel mensen komen om te eten. Because it's Brazilian food, is the lunch and all. Maar richting de avonduren, dan it's more like the parties and kids will be running around and all that stuff. Maar we hebben ook een kleine VIP section. Dus als iemand zegt van, hey, I want to be at that VIP part, dan mogen ze wel van tevoren reserveren. Er zijn package deals. We hebben besloten om op die dag de drinks niet, we zeggen free entry, dus iedereen heeft in mind, everything is going to be expensive. Maar drank zelfs gaat ook redelijk zijn. We're not there to, like, het is geen event. Het is een get-together waar alles schappelijk is. Yes, de prijzen zijn vrij schappelijk. Eten ga ik niet bepalen, because de Brazilians gaan koken. Ik niet, ik kan geen Braziliaans eten koken, maar zij gaan dat doen en zij bepalen hun prijs. But we hebben ervoor gezorgd dat drank toch wel redelijk is. Okay, yeah. Now it seems like the spitter got it all figured out. I hope so. Well, there's only one way to find out. Exactly. Okay. Nee, ik wil zeggen, ga jullie zo door. Want het is leuk dat jullie aan iedereen denken. En dat eigenlijk de dag ook mening. Dus jij bepaalt welk deel van de dag je daar wilt doorbrengen. Yes. So, het is aan de mensen om gewoon goed gebruik te maken van deze evenementen die voor hun worden georganiseerd. Yeah. En ik zou zeggen, heel veel succes ook hiermee. Hebben we echt nodig. Okay. Alsjeblieft. Thank you. En bedankt voor het komen. Thanks again. Yes. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag hadden we Yash Darianani van de Spetter bij ons in de studio. En hij is ons komen vertellen over de evenementen die de Spetter deze vakantie gaat organiseren in september. Op 8 september kan je gaan naar de Independence Day van Brazil. En ze hebben een hele dag vol met Brazilian cuisine. Er is muziek, er zijn 2 DJ's. Het is een hele dag waarop jij met je gezin gewoon kan genieten. Als je een extra plekje wil, moet je gewoon naar de pagina gaan van de Spetter. Er is een nummer voor de VIP treatment. Daar kan je contact maken van wat je precies wil hebben. Maar anything else is daar gewoon geregeld. Je moet gewoon komen met jezelf en je geld. Alles is schappelijk. So you can have a great time. Op 15 september hebben ze All You Can Eat Barbecue Day. En als we zeggen All You Can Eat, dat bedoel ook All You Can Eat. Je komt daar naar binnen, je betaalt. Je gaat gewoon lekker eten, je gaat zwemmen, je hebt weer honger, je gaat weer eten. Because that's what you paid for. En zij zorgen ervoor dat je het kan krijgen. En daarna, de school gaat weer beginnen. Maar de school kan niet goed beginnen als je niet naar de poolparty van de Spetter bent geweest. Want ook die dag, 29 september, hebben ze een soort family day poolparty waar het hele gezin naartoe kan. Waar ook daar de prijzen schappelijk zullen zijn. En jij ook weer een geweldige laatste zondag voor de school begint kan hebben. Dus ik zou zeggen, wacht niet langer. Zet het in je agenda, hou rekening mee. Ga je vergeten, klik interested of going on bij het event op de pagina van de Spetter. En ga gewoon naar het event. Enjoy yourself. It's gonna be a great day. And remember, your time plus my time is Q time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.